De strafzaak tegen ex-directielid van de Centrale Bank van Suriname, Farhanas Houseel, is uitgesteld door kantonrechter Maitri Kuldip Singh. Dit bevestigt de advocaat van de verdachte tegenover onze redactie. De magistraat vertelde vandaag tijdens de voortgang van de zitting dat zij meer tijd nodig heeft om haar standpunt in te nemen. Zij is ook nog niet zo ver met het vonnis dat in december zal worden uitgesproken. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een celstraf van 4 jaar en een geldboete van 100.000 Surinaamse dollar tegen Houseel. Officier van Justitie Cynthia Klein zei eerder dit jaar dat onomstotelijk is bewezen dat Houseel zich samen met ex-minister Gilmore Hoefdraad van Financiën en ex-centrale bankgouverneur Robert van Tricht in vereniging schuldig heeft gemaakt aan verschillende strafbare feiten waarbij de staat is benadeeld. De verdediging is van mening dat Houseel onterecht achter de tralies zit en moet worden vrijgesproken. De strafzaak wordt op 22 december voortgezet.